een hele goede morgen. Het is tweede kerstdag en dat betekent wel dat dit de allerlaatste vlogmas is van dit jaar natuurlijk. Want ik heb al besloten om volgend jaar gewoon weer een keer vlogmas te gaan doen. Ik heb er super veel zin in. Maar mijn man die kijkt nou echt zo van, oh dat meen je niet. Maar ja, dat meen ik wel. Ik vond het wel echt super leuk om te doen en ik hoop dat jullie vandaag ook nog even gezellig meekijken. En mocht je een van de anderen nog niet gezien hebben, kijk gewoon even snel terug, want het is wel super leuk om te zien allemaal. Wat moet ik nu nog doen? Ik moet nu nog eimuffins gaan maken. Ik moet nog een kerstboom van Nutella gaan maken. Ik moet nog een paprika soep gaan maken. Dus ik heb het druk, 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 druk. Ik ga dus aan de slag. Ik heb even de helft even aan van wat ik straks aan ga doen. Eigenlijk weer om dezelfde reden als gisteren. Ik heb een tulle rok die ik aan ga trekken. Een andere overigens. En die, ja... Die ga ik niet aantrekken met die honden er allemaal bij, want het schiet niet op. Ik doe dadelijk even een schort aan, zodat ik dadelijk niet al te vies word. En dan, ja, ik ga aan de slag. En ik ga ons even helemaal klaarmaken. Vee krijgt de nageltjes gelakt. Dan gaan we ook boven je jurkje aantrekken. Dan gaan we de haartjes mooi maken. En dan, ja, dan gaan we bijna naar mijn oma. Dan gaan we eerst naar oma Benji toe. En daarna gaan we naar tante Lien en oma Hans. Leuk, ja, hè? Leuk. Zo, ons mannetje is weer wakker. En die gaat ook allemaal kleertjes aan doen. Help. Nou, sokje. Sokje. Nee, je bent maar naar jezelf aan het kijken, hè? Oh, ben je toch een knappert, hè? Knap kindje is daar. Ik zie geen Milo. Waar zie je geen Milo? Ik zie hier Milo liggen. Ja. Die naast zichzelf. Ja, hij kijkt naar zichzelf. Oh, trolie dat je bent. Kijk, mijn eerste kerst. Ja. Zo, wij zijn onderweg naar Eindhoven. Het was op het laatst natuurlijk weer een hoop gestresst, zoals altijd bij ons. Dan denken we dat we alles gewoon... denken dat we alles gewoon goed hebben georganiseerd en dat iedereen gewoon fijn zijn taken doet. Maar uiteindelijk ja, zit Veno dus nog achterin zonder dat er haren gedaan zijn. Want dat ben ik natuurlijk weer vergeten. Of ja, vergeten, dat ik gewoon geen tijd meer hoor. Maar ja, ik had natuurlijk ook de nagels zitten lakken. Dat had ik dan eigenlijk misschien dan gewoon niet moeten doen. Maar ja, dat had ik er wel beloofd. Dus ja. Want ze twee nachten in haar eigen bed geslapen. Ja, twee nachten in haar eigen bed geslapen. Dus dan zouden we de nageltjes lakken. En dat hebben we nou gedaan, hè? Laat jouw mooie nagels eens zien. Ja. Ja, wauw. Ja, dus dan ga ik dadelijk bij mijn oma zo de haren nog wel eventjes doen. En dan, maar goed, eerst tanken en dan verder naar Eindhoven. Wij gaan lekker brunchen. Ik zie jouw gezicht niet, hoor. Dat doe ik expres. We gaan brunchen bij mijn broertje en mijn schoonzusje. Kijk eens wat voor lekkers er allemaal gemaakt is. Moet dat nou? Moet je nog wel veel wat eten? Ja. Ik ga ook filmen dat je aan het eten bent. Ik ga eten met mijn broertje en mijn schoonzusje. Met mijn ouders die echt helemaal niks. Ja, mijn ouders zijn er ook bij. Ja, Milo ook. Ja. Soms maar stoel. Ik wil jou met helpen moet zeggen, schat. Alles is dadelijk af. Je zit zo hard te blazen, alles super af. Ja. En? Alles om. Vind je het lekker? Nee. Nee, ja, dat dacht ik al.
Maar wel heel goed dat je het geproefd hebt, schat. Ja, vind ik knap. Wil je dan kijk, een komkommer. Lekker? Ja. Mooi. Op het water. Hey. Ja. En een konijn? Is het een konijn? Is het een konijn? Nee. Oh, allemaal cadeautjes. Oh, zou er ook iets voor jou in zitten, Vee? Welke naam staat erop? Er staat Nicole en Bart staat erop, deze. Leuk plakken. Dankjewel. Bye, Jenny. Voor ons. En we, oh, staat jouw naam op? Dit is leuk. Wat zou erin zitten? Ja. Ja. Maak maar open. Oh. Oh. Wie staat erop? Wie is dat? Mini. Ja, dat moet je krassen, ja. Kijk, ik heb wel krassen. Het is een kraska. Je kunt de wachtcode overkrassen, dan meteen laten scannen. Ja. Ja, dat vind ik echt iets voor jou. Hey, leuk, dankjewel. Ja, en dan? Ja, ik dacht ik doe iets... Ja, dan had ik het goed gedaan. Echt. Oh! En wat is dat? Wat is dat? Weet je dat? Weet je niet wat het is? Dat is een etui. Daar kunnen de stiften en zo allemaal in en de pennen. Dan haal je dit eruit, het is gewoon een knip. En dan kun je hier... Pennetje? Kun je je pennen en je schaar en je kleurpotloden in doen. En dan blijft het allemaal bij elkaar liggen. En ik kan dat heel goed. Ik kan heel goed knippen. Oh, ga je iets openmaken, Milo? Oh, dat is leuk. Oh, dit is. Wat is dat? Milo, ik zie het niet eens omdat Vee ervoor zit. Look at those. Oh, dat is leuk. Ah. Oh, kan je Vee, want er zit nog een katoontje voor. Hi. Ik zeg tegen Vee. Hallo, hi. Nou, wil Vee ook meedoen? Ja, draai. Wat staat erop? Twee keer. Nee, twee keer hier, twee keer gaan draaien. Goed zo, nou is oma Hans. Ja, drie hè? Dat is zeven. Het is niet jou, het is elke keer anders hè? Ja, dan ga je ook zeker. Ik moet ook kijken. Kom maar. Hoeveel heb je? Milo wil dat ook doen. Milo wil dat ook doen. Dan krijgt eigenlijk Milo het in zijn gezicht. Kind huilen. Even. Komt die Bart? Ik zie het hier. Milo zegt. Ik zag het bij jou ook niet. Ik zag hem nu al. Die was heel lang. Waar zie je nou dat hij nat is? En Milo. Papa, dus ben jij. Ah. Nee, hè? Zo, nou, dat was hem dus. Vlogmas. Vanaf 6 december tot en met vandaag 26 december. Heb ik elke dag gevlogd. En ik vond het een hele uitdaging, maar wel echt superleuk om te doen. Ik sluit deze vlogmas af met 3 logeetjes hier in huis. We hebben op dit moment namelijk 5 honden. Ze zijn net pas binnen, dus ze zijn nog even een beetje zo zoekende van... Goh, hoe gaat de nieuwe hiërarchie nu eventjes zijn? Er is er eentje ook nog een beetje aan het piepen, want die mist zijn baasje en zijn vrouwtje behoorlijk. En die vindt het heel erg spannend. Maar dat komt ook wel helemaal goed. Wij hebben nou dus 5 honden in huis. Kijk, hier Beer. Nee, zit. Hier hebben we Beer. Dat is Bonito. Nee, nee, nee. En dan hebben we daar die van ons volgens mij. Max. Nee, Max. Max af. En die vinden het natuurlijk ook allemaal heel spannend. Volgens mij staat Guus nu bij mijn man, nee, bij Bart. Is dat Lucky? Oh, ligt Guus dan daar op de grond? Ja. Oh, oké, okay. Nou goed.
Dit zijn ze dus alle vijf. Wij hebben nog even een klein stokbroodje met wat lekkers erop. En wij gaan natuurlijk de ultieme kerstfilm kijken. En dat is namelijk Die Hard 4. Bart, wil jij nog iets zeggen? Ik hoop dat jullie allemaal een fijne kerst hebben gehad. Ja, dat hoop ik ook. Nou, in ieder geval allemaal bedankt voor het kijken naar mijn vlogmas. Als je ze nog niet allemaal hebt gezien, ze blijven gewoon online staan natuurlijk, dus je kunt altijd terugkijken. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor jullie support en de reacties en alle duimpjes omhoog. En blijf me vooral volgen. Ik ben wel heel erg benieuwd naar wat jullie nu van mij verwachten in het komende jaar. Ik zal niet dagelijks, echt elke dag zoals nu, gaan vloggen. Dat is echt te veel werk en daar kom ik gewoon helemaal niet meer aan mijn avonden toe. Maar ik kan natuurlijk wel gewoon blijven vloggen, maar dan op een andere manier. Dus laat het me weten in de reacties en nogmaals bedankt. Doei!